ik vind hem interessant omdat hij zo anders is dan veel 19e eeuwse Nederlanders. Hij wijkt sterk af, hij past hier niet goed. Zeker de eerste helft is, van de 19e eeuw is Nederland natuurlijk een diep conservatief, heel protestants land. Hij vertegenwoordigt een hele linkse, liberale politiek in die Italiaanse Senaat. En ja, dat maakt hem een buiten. Kijk, het zelfbeeld van Nederland is toch dat van een... En dat is ook een erg in de 19e eeuw geëikte beeld van een wezenlijk burgerlijk, protestants, polderend land. Nou ja, hij is radicaal, heeft een broertje dood aan polderen en vindt religie vooral gevaarlijk. Hij staat daar helemaal haaks op. Ja, een bijzondere reden voor mij om hem interessant te vinden is dat hij, is dat zijn filosofie, een zekere verwantschap vertoont met die van Spinoza. In Nederland heeft het heel lang geduurd voordat iemand als Spinoza is gaan horen bij dat Nederlandse zelfbeeld. Nederland heet een land te zijn van kooplui en dominees. Het heeft lang geduurd voordat we onze eigen filosofen een beetje serieus gingen nemen. Erasmus is natuurlijk al heel lang, wordt hij gevierd. Spinoza sinds kort ook. Molenschot vind ik toch eigenlijk ook wel een kandidaat. Hij schrijft natuurlijk een heel andere taal. Hij schrijft de taal van een 19e eeuwse arts, een fysioloog. Hij schrijft over biologie, over levende natuur. Maar hij verwijst herhaaldelijk naar Spinoza. Altijd in lovende zin, hè, zoals Spinoza al heeft gezegd. En als je achter die taal kruipt, dan zie je toch grote verwantschappen. Een probleem met Molenschot is natuurlijk dat heel veel onderzoek nog moet gebeuren. Er is dat enorme archief in Bologna. Dat wordt nu met name door Italiaanse onderzoekers geëxploreerd. Er is sinds kort pas een verantwoorde biografie, ook van een jonge Italiaanse geleerde. En zijn hoofdwerk, zijn filosofisch hoofdwerk, dat is er nooit gekomen. Hij heeft natuurlijk een paar hele grote andere boeken geschreven. De Kreislauf des Lebens, 1852. Dat was echt een heel groot en belangrijk werk. Hij heeft er nog een exemplaar van naar Darwin gestuurd. En dan krijgt hij ook een keurig bedankbriefje van Darwin. Nebel. Wetenschappelijk stond hij aan de top in Europa. Maar ja, het is jammer dat dat meer filosofische werken. Dat zijn fragmenten, dat vind je in voorwoorden. Dat is een beetje versnipperd. Dat is niet echt één grote filosofische tekst. Die had hij willen leveren. Maar het is er nooit meer van gekomen. Wat hebben we er nu nog aan? De actualiteit. Daarmee doe je het verleden natuurlijk in principe vaak tekort. Waarom zouden dingen alleen nog interessant kunnen zijn omdat wij er wat aan hebben? Ik vind die vraag eigenlijk ongepast. Van alles wat wij doen, alles wat wij zijn, is gevormd door het verleden. En daarin heeft ook Molenschot zijn rol gespeeld. Dat in Italië voelbaarder is dan hier. In Italië heeft hij een mooie standbeeld. In Italië weet men wie Molenschot was. Dat heeft te maken met het feit dat hij daar natuurlijk zijn grote triomf heeft gevierd. Maar het zou toch mooi zijn als we ook ons in Nederland gaan realiseren wat hij daar gedaan heeft. Als jongen uit Den Bosch. Het mooie is ook, hij heeft natuurlijk tot het eind van zijn leven een zekere heimwee gevoeld voor het land dat hem niet moest.